Schiphol, onze grote nationale luchthaven, breidt zich nog dagelijks uit. Zo is thans een reuzenhangar in aanbouw, welke een der grootste van Europa zal worden. Naast de reeds bestaande vliegtuigloodsen tekent zich het silhouet daarvan al tegen de lucht af. De totale lengte van de loods wordt, met inbegrip van de bijgebouwen, 185 meter. De ruimte voor de vliegtuigen zal 160 bij 40 meter bedragen. De grootste in gebruik zijn de machines, zoals de Boeing Stratocruiser, die een starthoogte heeft van 12 meter, zullen in de nieuwe hangar kunnen worden ondergebracht. De loods wordt genoemd naar Kingsford Smith, de pionier die als eerste in de geschiedenis der luchtvaart de grote oceaan overvloog. Zij is de negende die sinds het herstel van Schiphol werd gebouwd en zal in de loop van het volgend jaar aan de KLM in gebruik worden gegeven.